Follow the money. Dag dames en heren, leuk dat je kijkt naar deze allereerste Follow the Money video. Mijn naam is Guido Verheijen en vandaag neem ik je mee langs de geldroute die is verdiend door de kandidaten. Follow the money kan op verschillende manieren berekend worden. Ik doe dat ook weer op mijn eigen manier. Dus als jij zoiets hebt van nou deze berekening vind ik niet helemaal kloppen, laat het dan in ieder geval even weten in de comments hier beneden. Maar nogmaals, iedereen berekent het dus op zijn eigen manier en ik doe het op deze manier. Deze video gaat over Follow the Money en dan kijken we naar de afleveringen 1, 2 en 3 die zijn gebeurd in seizoen 20 van Wie is de Mol. En we kijken gewoon naar wie er het minste geld heeft verdiend. En dit is de eerste video uit deze reeks en er gaan nog twee andere video's komen die later in het seizoen online komen te staan. Namelijk na aflevering 6 maak ik nog zo'n video en na aflevering 9 maak ik nog zo'n video. Nou, natuurlijk, op het einde weten we echt wie het minste geld heeft verdiend, maar we gaan alvast kijken wie er op dit moment het minste geld verdiend heeft. We beginnen bij aflevering 1. De spectaculaire opening van het jubileumseizoen van Wie is de Mol? Kiezen tussen wijsheid of geluk, wat een groene of zwarte vrijstelling kan opleveren. Maar geld wordt er niet verdiend in deze opdracht. Bij de opdracht Beltegoed is er in totaal 150 euro verdiend. Volgens montagebeelden blijkt Nathan persoonlijk voor 50 euro gezorgd te hebben. Wie de overige 100 euro verdiend heeft, is niet goed zichtbaar. Vandaar dat de overige 100 euro door 10 kandidaten is gedeeld en iedereen dus 10 euro erbij krijgt. Nathan blinkt hier dus uit met 60 euro. En dan de derde opdracht van deze aflevering, dat was parkeertarief. Hier werd maar liefst 20 euro verdiend door 6 kandidaten die wel uit de vrachtwagens wisten te ontkomen. De 20 euro wordt verdeeld onder Anita, Buddy, Jijke, Johan, Miluska en Nathan. En dit levert maar 3,33 per persoon op. Na één aflevering staat de pot op 170 euro. Anita moest helaas het spel verlaten. Het minst verdient na één aflevering hebben Clees, Leonie, Rob en Tina met ieder 10 euro. Bij de opdracht kleurwerk levert ieder goed aangesloten kastje 500 euro op. Daarnaast kan er extra geld verdiend worden door de kabels van de kastjes aan elkaar te koppelen. Dit laatste gebeurt echter niet. Na 30 minuten drukt Rick op de knop en gaan de kleurkanonnen af. Allereerst rood. Klees en Rob verdienen hier 500 euro mee, wat verdeeld 250 euro per persoon is. Dan gaat ook blauw af. Johan en Tina verdelen 500 euro. Dan gil. Jijke en Buddy zijn hiervoor verantwoordelijk. En dan groen gaat niet af. Wat betekent dat Meluska, Nathan en Leonie op 0 euro blijven staan bij deze opdracht. Zo zien jullie eruit als jullie meer dan 1000 euro hebben verdiend. Ja, ja onderuit gezakt. Oké. Okay. Vooral veel hilariteit in de opdracht afhaal Chinees. De kandidaten moeten met een Chinese routebeschrijving bij het geld ergens in de stad aankomen. Maar daarna ook weer op tijd zijn bij Rick. Wanneer een kandidaat te laat komt, gaat er 100 euro per persoon af. Dit overkwam Tina. De anderen verdienden geen geld. Tot slot de laatste opdracht in deze aflevering, getiteld wereldbeeld. De kandidaten moeten de werelddeelstukken op de juiste plek voor de camera leggen. Alleen met een complete kaart kan geld verdiend worden. Echter lukt het de kandidaten niet, waardoor er geen geld verdiend wordt. Na de tweede aflevering staat de inhoud van de pot op een magere 1570 euro. De tweede afvaller blijkt ook een vrouw te zijn, namelijk Tina. En de kandidaat die het minste geld verdiende na twee afleveringen is nog altijd Leonie. In de opdracht lijnverdiensten is het de bedoeling dat de kandidaten in de juiste Hoffercraft terechtkomen. Door het naleven van de regels die vermeld staan op de borden, moet het de kandidaten lukken een juiste indeling te maken. Echter slagen slechts drie kandidaten hierin. Wederom 0 euro voor de pot. In de opdracht beelden gaan twee teams van drie kandidaten op zoek naar de juiste beelden. Ook is er een team van twee personen, de mensen met oog voor detail. Amanjuska en Klees de taak om de beelden waar geld te halen is zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven. De andere twee teams gaan op zoek naar de juiste beelden tussen 107 gigantische beelden die ook nog eens op elkaar lijken. Team Jijke, Nathan en Leonie verdienen in totaal 450 euro omdat zowel Milushka en Klees hiermee geholpen hebben, wordt dit bedrag door 5 verdeeld. Team Rob, Johan en Nathan verdienen in totaal 150 euro. Ook dit bedrag wordt verdeeld onder 5 kandidaten. Deze berekening maak ik omdat de kandidaten met oog voor anders niks zouden krijgen. En dit zou een oneerlijk beeld geven van de geldstroom. Zonder hen was er namelijk helemaal geen geld verdiend. Tot slot, de laatste opdracht die ik bespreek in deze video is Teapot. Een groepsopdracht waarbij de kandidaten op zoek moeten gaan naar delen van een servies. Wanneer de kist compleet is, wordt 1500 euro verdiend. Maar dan volgt een dilemma: wil de groep voor de onbekende waarde van het servies gaan of de 1500 euro behouden? Nathan is klaar met het getreuzel van de groep en graait het geld uit de handen van Rick. 1500 euro wordt dus verdiend door de acht kandidaten. En dit waren de opdrachten van aflevering 1, 2 en 3. De pot op het moment bedraagt 3670 euro. En helaas viel bij deze aflevering Jijke af. Tot slot een totaaloverzicht van Follow the Money over de eerste drie afleveringen van Wie is de Mol. En zo zien we dus dat Leonie het minste geld heeft verdiend, gevolgd door Milouska en daarna door Nathan. De kandidaat die het meeste geld heeft verdiend is Claes. Wil je nou het Follow the Money schema nog eventjes terug bekijken? Dat kan, het linkje staat in de beschrijving. Dan word je geleid naar mijn website en daar staat het hele schema. Kun je hem ook downloaden en zelf invullen als je zoiets hebt van ja, hij klopt niet helemaal naar mijn mening. Dus uh, in de beschrijving kun je hem vinden. Dit was Follow the Money voor dit moment. Hopelijk vond je dit een leuke video en heb je er dus van geleerd dat Leonie dus Helemaal onderaan staat. Uh, we gaan over drie afleveringen kijken of dat nog steeds zo is, natuurlijk. Hiernaast staan twee andere video's. Klik ze lekker aan en ik zie je gewoon aankomende zondag weer met een nieuwe Hints en Theorieën video om half negen op dit kanaal. Doei doei!